Yo, met je groen van 1PNL met daar een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met een paar verschillende dingetjes. We hebben gisteren de 3000 likes gehaald, echt best wel makkelijk. En daarom hebben we vandaag weer een nieuwe video. En wil je nou morgen weer een video zien? Op deze video 3500 likes, 3500 likes, komt er morgen een nieuwe video online. Ik denk dat dat gaat lukken, dus zeker een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het hier beneden en druk op dat belletje, join hashtag team belletje. Want ik ga flink wat comments liken, waaronder ook een flink aantal die hashtag teambelletje commenten. Let op wel, hashtag teambelletje, niet teambelletje, hashtag teambelletje. Als je erbij kan zetten wanneer je teambelletje bent geworden, heb je meer kans om geliked te worden. Ik heb verschillende dingen waar ik over na aan denken ben. Ten eerste, mijn team, ik weet het niet. Ik voel het gewoon niet meer, het zit gewoon niet meer mee, het gaat gewoon niet meer lekker. En dan wil ik het eigenlijk gewoon weg hebben. Die icons, Petit, ja, is wel goed. Ja, Blanc is wel goed, maar ja. Het is gewoon niet echt meer dat ik denk van, yes. Ik wil gewoon echt even spelen van, ik denk, yes. Ik wil eigenlijk gewoon Ronaldo en zo. Maar ja, Ronaldo kost 2 miljoen. Daarvoor moet ik alle twee mijn icons verkopen. Maar toen dacht ik van bijna van dat ga ik doen. Ook al waren we het er niet helemaal mee eens onder de comments. Totdat ik zag dat deze gast ineens kwam. Flashback Dani Alves. Check die stats. Hij past ook gewoon goed in mijn team. Moet ik wel met Mbappé blijven spelen. Het is ook geen hele grote fan ben van Mbappé. Maar ik wil van jullie weten mensen. Moet ik deze gast kopen? De ja of de nee? Ik hoef hem niet te kopen trouwens. Ik moet zeg maar een squadbuilding challenge doen. 86 rated team en een 85 rated. Ik heb best wel veel goede untradeable spelers. Dus ja, op zich ik denk wel dat het duur gaat zijn, maar niet heel duur. Want ik heb best wel gewoon, ja, ik heb Mahrez en zo die ik echt wel in wil leveren. Die vind ik echt fucking slecht van 87 Mahrez. Dus ja, wat zeggen jullie mensen? Doen de ja of de nee? Nou, deze icons ga ik sowieso niet doen, want die zijn echt mega slecht. En de marquee matchups. Ja, ik ben niet zo ver van marquee matchups. Ik vind dat altijd maar een beetje, ja, een beetje slecht. Maar misschien zijn deze wel heel goed, maar ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ja, ik weet het niet. Ik heb maar 36k, dus ik heb echt wel coins nodig als ik die alvast ga doen. Dus dan kan ik mijn info MVP verkopen en dan weer een normale MVP kopen. Want ik moet zeggen, verschil tussen die normale info MVP en de inform is er niet. Nu een ander dingetje. Dit is toch wel belangrijk. Zoals jullie weten zit ik nu in divisie 3. In Division Rivals. En ik zit te kijken naar de divisie 3 rewards. Kijk, je kan beter in rank 3 komen dan in rank 2. Want rank 2 ben je gewoon genakt. Zeldzaam megapakket en gemengd spelerspakket. Een gemengd speler. Dat is een 45k pack, een 55k pack en een premium jumbo goudpakket. Dat is geen spelerspakket. Nee. Premium Jumbo Goud is een... Wat is een Premium Jumbo Goud? Een Jumbo Goud pakket is 15k. Maar is dat ook een Premium Jumbo Goud? Ja. En terwijl je hier, als je rank 3 wordt, krijg je een 50k pack. Dus, wat mij wel duidelijk wordt, is dat oprecht, op het moment dat je 1 potje Division Rivals speelt, dan kom je gewoon niet meer in Division 3. Want niemand speelt in Division 3. Iedereen is gewoon blij met de rank 3 rewards. Wat op zich ook wel logisch is. Dus er zit voor mij maar één optie op. Ik moet naar Divisie 2. Want in Divisie 2 heb je gewoon weer fuck goede rewards, volgens mij. Volgens mij heb je in Divisie 2 echt goede rewards. Dus ja, dan gaan we daar maar voor. Kijk, aangezien ik de beste speler van Nederland ben, mensen... Zou op zich... Oh, dat we die niet kopen is wel heel duur. Maar aangezien ik de beste spelers van Nederland ben... Moet ik toch wel divisie 2 kunnen halen, lijkt mij. Ik heb trouwens goed jullie comments gelezen. En ook jullie Insta-DM's. Want ondanks dat ik niet reageer op alle Insta-DM's... Want het zijn er best wel wat. Lees ze wel allemaal. Iemand stuurde mij op Insta. In de DM's. Dylan van de buurt. VDB. Die stuurde mij, want ik had de laatste tijdje een beetje de glitch, dat ik heet het, op ultra defensive stond ineens. Ik was van, hoe kan dat nou? Maar het blijkt dus als je op start drukt en dan heel snel naar links drukt, omdat je snel je opstelling wil veranderen. Als je dat te snel doet, dan word je dus genakt en dan moet je huilen en zo. Nou, moet je natuurlijk niet hebben. Nou, ik wel huilen, dus ja, een beetje jammer. Maar in ieder geval, daar komen we dus door, dus dat ga ik even goed opletten. Hey Dylan, dankjewel. Nou, en echt 100.000 mensen hebben me gecomment hoe ik een fake, zo'n fake uitgooi kan doen met mijn keeper. Dat is gewoon zelfs een fake zo doen. Ja, ik dacht dan altijd dat je een soort van ging schieten of zo. Maar blijkbaar doe je dat dan. Aha, wist ik niet. Dankjewel mensen. Ik heb echt super veel in jullie comments. En laat dus nu even achter in de reacties. Nadat je een duimpje omhoog hebt achtergelaten. En geabonneerd bent. En op het lekkere belletje hebt geklikt. Moet ik die Dani Alves halen? Ja of nee? En moet ik er dan een video mee maken dat ik hem in de spits zet? Want hij heeft echt goede stats. Ik kan me nog herinneren dat ik een video ooit heb gemaakt met Dani Alves Team of the Year. Dat was volgens mij mijn eerste Team of the Year die ik ooit kocht. Dat was volgens mij in FIFA 16 of zo. Team of the Year Dani Alves Challenge. Check zijn stats. Holy fucking shit. Ik ga hem vandaag in de spits spelen. En ga ik proberen gewoon te ownen. Ja, ga ik gewoon doen. Wat een ongelooflijk schatje was ik daar toch. Het is echt niet normaal. Besef trouwens even dat Modric speler van het jaar is geworden. Maar dat is nog niet het leukste, hè? Zeg maar, Modric, weet je wel, ja, gouden bal gewonnen, ja. Kijk, je had het ook niet kunnen doen, maar oké. Okay. Zeg maar, als je door Real speelt nu, ja, nee, is het natuurlijk niet alleen Modric schuld, maar ja, als argument wordt wel gekozen van, ja, ze hebben Champions League gewonnen en de finale van het WK. Ja, maar ja, dat mag dan ook niet meetellen als het nu slecht gaat. Kijk, als je extra goed speelt als het goed gaat, dan moet je ook niet meetellen. Dan moet je ook meetellen dat je slechter speelt als het slecht gaat. Je kan niet zeggen van ja, hij speelt heel goed. Dat tellen we mee. Want hij speelde ook heel goed in dat team. En als het heel slecht gaat, zeggen van ja, maar iedereen speelt slecht. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nou ja. Zo werkt het dus blijkbaar wel. Maar het mooiste vond ik toch wel. Dit is wel echt het allermooiste. Er zijn dus allemaal verschillende mensen. En die mogen zeg maar
hun top 5 opgeven van beste spelers. En uit Centraal-Afrika, volgens mij, daar was er één en dat lijstje is online gekomen. En er komt nu een polletje in beeld waarvan, en jullie moeten raden wie zij op 1 hadden staan. Wie zij dus de beste speler van de wereld vonden in 2018. Ja, allemaal even stemmen, mensen. Even stemmen. Ja. Ja, oké. Okay. Oké, het antwoord, Karim Benzema. Oh, is het een wallcode? Is het een wallcode of niet? Ja, een spits is Benzema! Karim fucking Benzema. Waar praten we over? Dat een Messi niet eens in de top 5. Weet je wie er op nummer 5 stond? Mario Mandzukic. Hoe kan je ooit zeggen dat Mandzukic beter is dan Messi? Daar snap je echt helemaal niks van. Maar ja, wel grappig verder. Wie vond ik dat er moest winnen? Ja, kijk, om heel eerlijk te zijn, boeit het me echt geen ene ster. Ik hoorde dat Griezmann baalde dat hij het niet was. Nou, dat vind ik echt fucking bullshit, want... Ja, of Messi of Ronaldo had moeten winnen. Messi had voor mij weer een heel goed seizoen, dus zou eigenlijk Messi moeten winnen. Ja, hoe je het went of keert, met een enorme schandaal wat rond Ronaldo is, kan je hem gewoon niet laten winnen. Ja, zo is het nou helemaal. Al werd hij wel tweede, hè? Messi werd vijfde. Hoe wordt Messi vijfde? Mbappé was hoger. De meest overrated voetballer aller tijden. Oké, okay, dat is Pogba, maar daarna dan? Nee, maar even serieus, mensen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dit? Ik snap er echt geen reet van. Ja, ik ben een stuk beter dan deze gast, maar ja, ik heb wel heel erg in de vision, maar als je dat niet scoort, dan je tegengoal. Ja, voor mij is dat altijd wel zo. Dani Alves, moet ik hem halen? De ja of de nee? High-low work rate. Je kan hem eventueel zelfs inbrengen als supersub of rechts buiten of zo. Als het echt moet. In plaats van Lozano heb je dan 90 Dani Alves. Ja. Toch wel lekker hoor. Heerlijke bal. Suarez. Ja, hoe kan dit er nou weer in? Ja, het staat echt, dat time finishing staat echt helemaal nergens meer op. Hoe gaat dit er nou weer in? Hij liep zeker weer met zijn keeper. Zou dat geweest zijn? Want dan zou het terecht zijn. Maar dit was toch een slecht schot. Maar ja, ik schoot nu in het oranje en nu ging hij niet over. Ik begrijp er ook helemaal niks van. Ja, voor mij liep hij met zijn keeper. Mensen, wisten jullie trouwens, op het moment dat jij scoort en je wil snel de... Je wil niet juichen en zo, je wil snel door. Als je L en R1 tegelijk inklikt, of R, B en L, B, dan skip je het gelijk. Wisten jullie dat? Dat is echt fantastisch. Kijk, niet dat je dat ooit moet doen, want op het moment dat jij scoort tegen een tegenstander in de Weekend League en je gaat celebraten, ja, dan wordt je natuurlijk veel bozer als je niet gaat celebraten. Maar als het nou is van dat je moeder zegt, eten, en je zegt van ja, ik zit even in een potje, moet je even een potje afmaken. Echt, dit is echt het meest relatable ooit. En dan zegt je moeder, uiteraard, dan zeg je toch even pauze. Ja, dan kan, kijk, hop, zie je? L1, R1, hoppakee. Maar in ieder geval, dan zeg je moeder, dan zeg je toch even pauze. Ja, en echt... Elke game persoon, iedereen die ook maar een klein beetje verstand heeft van hoe game in elkaar zit. Zeker als je online speelt, want ja, career mode heeft... Ah ja, godgloeiende. Career mode heeft ze wel gelijk natuurlijk. Die weet dat dat niet kan. Maar als je nou tijd wil winnen en toch doelpunten wil maken, scoren en dan L1, R1. En hoppa, je kan gelijk doorspelen. Als die tip geen duimpje omhoog waard is en een abonnee en een tik op dat heerlijke swinkelbelletje, dan weet ik het ook niet meer. Oh, Neymar. Neymar, doen jongen. Oh, hij komt er gewoon weg. Oh, blank. Heerlijk. Wat een heerlijk kopballetje zeg. Die komt ook doing, onderkant laten binnen. Ik had dus vorige video had ik gezegd van hoeveel goals heeft Varane gemaakt. Die had een 0 in 240 wedstrijden. En Blank heeft 40 wedstrijden gespeeld. En ik denk legit 5, 6, 7, 8 goals of zo. Dit is een heerlijk kopballetje. Doing. Nou, we hebben gewonnen. Easy. Easy win. Win je eigenlijk, krijg je meer punten als je met meer goals wint? Waarschijnlijk wel, hè? Had ik hem misschien beter maar wel kunnen scoren, denk ik nu. Nou, ik was een stuk beter in ieder geval. Laten we zien hoeveel punten we krijgen. Voor mij heb je 21 punten, 2100 punten nodig. Misschien wel 2200 om te promoveren. 27 punten erbij, really? Ja, dit maakt mij niet zoveel uit. Kijk, rank 1 wordt waarschijnlijk toch wel. Het gaat me meer om de divisie. Deze. 2200 punten. Jezus, ik moet nog 181 punten. Hey, heb ik het even snel uitgerekend. Met 27 wins per potje, laten we dat zeggen. 181, deel door 27 is nog... Ah, 6 potjes winnen, vond ik mij. Ah, 7 potjes winnen. Oké, val wel mee. Oké, maar daar ga ik wel later even goed voor zitten. Eerst gaan we toch maar even die Pauper Market matchup doen. Want ik heb dus vernomen dat die best wel oké zijn. En ook wel vrij makkelijk. Ah, speel dezelfde competitie, max 4. Very nice. Kijk even deze Nederlanders staan. Dit is toch een prachtig team, holy moly. En hier even ook nog even voor die volle chemistry. Ede Kane. Lekker. Oké, die is af. Stuur je handel. Packie 1 is binnen. Let's go. Ja, let's go. Silverpack. Fantastisch. Blij mee. Nou, kunnen we hier gewoon een pauper BPL team maken? Ja. Dit zijn toch een partijtje makkelijke scoreboard challenge. Echt niet normaal. Je krijgt er wel iets van packs voor. Dus eigenlijk is het echt best wel slim om ze te doen. Zeker als je space van je club hebt. Gewoon, maar moet je het eigenlijk gewoon even doen. Ah, competitie minimaal 3. Ah, nice. Hoeveel chemistry moet ik? 85. Oké. Leak. Prima. Verneemar. Geintje. Zo. Arsenal of Tottenham. Oh, ja, Liverpool. Ja, dat is bijna Arsenal of Tottenham. Koen, echt goed gedaan, jij. Jij snapt hoe dit in elkaar zit, Koen. Dit is goed van jou. Tottenham, alsjeblieft. Dank u. Inleveren. Lek. Clubs minimaal 3. Heb ik niet meer? Heb ik geen 3 clubs? Holy moly. Ik heb gewoon maar 2 clubs. Nou, pleur ik er nog een random Mario Fernandez in. Jeetje, er zijn gewoon maar 2 echt clubs met gouden spelers. Dat is echt te ziek, eigenlijk. Als je zo bekijkt. Dat is echt fucking raar. What the heck? Dan 4-4-4 spelen dezelfde competitie. Oké, heb ik nou 2 rares? Ja, oké, dan moet ik hier nog even, ja, even wat leuks. Wat leuks als we doen. League 1, laten League 1 doen. Hier nog een lekker Frans mannetje. Hoppakee. Hop, spitsie. Lekker Frans mannetje.
Brian. Hoppakee. Makkie. Heerlijk. Mensen hebben de packies. De marquee matchups zijn voltooid. Wat krijgen we ervoor terug? Een premium Al die namen van die packs, mensen. Ik weet het allemaal niet meer. Gouden spelers. Nou, ik weet niet hoor. We gaan het zien straks. Voor mij is 51k pack of zo. En die andere ook wel zoiets. Ja, dit zijn zoveel packs. Die zijn echt heel slecht. Ja. Maar je kan dit allemaal doen met spelers die je hebt. Dat is ja, super, super chill. Super chill. Kijk, we hebben 50k pack. Dit is dan een premium jumbo gouden spelers. 24 spelers waren 7 zeldzaam. Laten we maar beginnen met een klein top goud spelerspakket. Klein, dit is top, hè? Geen walkout, natuurlijk. Nee, super top. We hebben duidelijk een andere perceptie van top. Dit is nog niet top. Dit is kut. Oh, wat slecht. Wat ongelooflijk matig. Ah, top. Echt toppakket. Daar gaan we dan. Daar komt die. Nou, ook in de 25k pick helaas geen... Oh, wel borden. Oké. Ja, kom maar. Oh, Braziliaans. Oh, ja. Oh. Is best lekker. Alisson, 85. Prima. Dan heb ik liever hem dan Ederson. Want Ederson is 86. Is een walkout. Dan ben je nog blij ook. En Alisson is toch wel gewoon een lekkere... Nou, laten we zeggen 15k of zo. Blij mee. Prima, Pekkie. Ja, ik zweer je. Hier win je letterlijk alleen maar coins mee. Dit is op zich wel gewoon een slimme. Dan ben ik weer dicht bij Dani Alves. Als ik hem ga doen. Helaas ook geen walkout. Helaas pindakaas. Hopelijk wel een bord. Nee, ook niet. Deze packs waren heel slecht. Maar ik heb er wel coins mee verdiend. Dus daar gaat het om. Want dit is toch een rustige 10k. What the fuck? Dit is echt goed. 10k. Lekker hoor. Ja, verdien je toch gewoon 20k met zo'n SBC'tje wat echt geen reet kost. Want die heb je allemaal in je club wel, als het goed is. Vaak wel. In ieder geval, mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. 2500 likes tegen morgen een nieuwe video. De vraag is, wordt het morgen de Dani Alves SBC, de ja of de nee? Laat het achter in de comments. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, wil je meer van in de kant. Klik hier of hier, wil je me abonneren, kan ook. Klik dan hier en dan zie ik je bij de volgende video. Like, veel regen, ram in de volgende keer. En zeg doei. Later.